We gaan vandaag de stoere catch-all maken voor jongens of voor meisjes. Ik heb hier het voorbeeld. Ik ga de tutorial maken met Victory. Als jullie een dubbele wil met twee kleuren, zul je twee keer twee bollen moeten pakken. We gaan hem met een 5 mm haaknaald haken. Omdat hij lekker luchtig mag zijn, maar toch warm. Dus 5 mm haaknaald, twee bolletjes per kleur. En dit is het model. Hier starten we mee. Dus een kol kan je lekker over het hoofd heen steken en is heerlijk warm. Er zit flink rek in, horizontaal en verticaal. Dus het rekt lekker mee. We gaan onderaan beginnen en dan gaan we het tweede motief verder. En we eindigen ook weer met hetzelfde motief als deel 1, dus een boordmotief. Ik leg die aan de kant, ik ga het garen erbij pakken. Enkeldraads haken. We starten met al hakend stokjes op te zetten. Nou, ik heb een tutorial apart waar ik in dit laat zien. Die zal een link onderin plaatsen. Ik heb de lus op de naald en we gaan starten met 4 lossen. Dus 1, 2, 3, 4. De eerste 3 is een stokje en hier onderin is als het ware de ketting die je kan haken. We gaan naar de eerste lus en dan steek je je naald doorheen en haal de draad op. We gaan eerst de ketting haken, dus eerst door 1 lus lossen heen en dan door 2 en door 2. Dan gaan we het nog een keer doen. We gaan weer terug naar die lossen die je gehaakt hebt. Onder beide lusjes door. En draad om de naald en ophalen. Maken we eerst de ketting als het ware, dat is deze. Dus door 1 en dan door 2 en door 2. Hier hebben we de 3. Dit is de ketting. En hier zijn de stokjes en ik laat je nu in slow motion zien. Draad om de naald. Gaan we terug naar de ketting. Gaan we onder 2 lussen door. Dat is 1 en nummer 2. Zorg dat je alle draadjes hebt. Draad om de naald en haal je hem eronder door. Nu gaan we eerst de losse maken van de losse ketting, dus draad om de naald door 1 lus. En nu maak je het stokje draad om de naald. Hier is de lus van de ketting, draad om de naald door 2 lossen, lussen, draad om de naald door 2. Zo haak je in totaal 90 stokjes. Is ongeveer tot een kindje van 6 tot 8 jaar. Dit haak je door. Als jij een volwassen maat wil, zou je kunnen gaan voor het dubbele of ongeveer 160 lossen opzetten. Ga je gang, dus 160 stokjes. Ga je gang en dan gaan wij zo dadelijk verder. Ik heb de 90 stokjes gemaakt. Mijn zoontje heeft een hoofdomvang van 52 centimeter. Dus dit zal ongeveer de maat zijn die hij nodig heeft. Dan heeft hij nog voldoende ruimte om de capuchon onderdoor te steken, et cetera, et cetera. Ik heb 1 stokje minder gehaakt, want ik ga je laten zien hoe je gelijk de stokjes al haakt aan elkaar aan deel 1. Eerste stokje en het tweede, laatste stokje aan elkaar kan hechten. Goed, ik zal het je laten zien. Dus ik heb 89 stokjes gehaakt, ik ga nu nummer 90 haken. Je start zoals je normaal ook start. Dus je steekt de naald onder de ketting lussen door. En dan ga je naar de eerste steek, hier. En dan steek je je naald doorheen. Voor naar achter doorsteken. Dan pak je de draad op en die haal je en door die ene heen en door de twee lussen door. Dan draad om de naald, dan ga je als het ware het stokje maken, maar die maak je nog niet af. We gaan dus door deze twee lussen heen. Zo. En dan komt de truc. Dan ga je naar de derde losse, dus eigenlijk de vierde, hè, want daar ben je mee gestart. Steek je onder twee draden door. Even zoeken. Hier zit hij. Dan pak je draad en haal je er doorheen. En door deze twee lussen heen. En nu heb je hem aan elkaar gehecht al hakend. Hoef je niks meer te naaien. Dat is even mooi. Ik zal het nog één keer laten zien. Dus ik zie dat ik mijn linkerkant per ongeluk gedraaid heb. Met de basis insteken. Dus draad om de naald. En dan ga je naar die werklus hier. Dus die ketting die je gemaakt hebt. Steek je naald onder twee draden door. En dan pak je je eerste stokje. Dan ga je naar de lus onderin.
en dan steek je hem doorheen en dan duw je het werk naar achter, dus naar je toe. Draad pak je op en die haal je er doorheen. En door die twee lussen hier. Dan start je weer met het stokje haken, maar dan maak je hem niet af. Dus gewoon één keer door twee lussen halen. Dan heb je twee lussen op de naald en dan ga je terug naar die drie lossen die je nog over hebt. En dan die bovenste, dus de derde of in feite dus de vierde lossen. Steek je naald doorheen, haal je hem door en door deze twee. Dan heb je hem al hakend aan elkaar verbonden. Nu heb je een mooi geheel, hoef je niet meer weg te strippen. Ja, dit draadje, maar je hoeft het niet meer met dat draadje vast te maken. Dus dat zit, je hebt gewoon een goed stevig geheel. We gaan starten met enkel boordpatroon rondhaken. Je start met één losse en dan ga je terug naar die drie lossen. Want dat geldt ook als een stokje. Om de drie lossen heen ga je haken, dus niet er bovenin, maar eromheen. Je schept als het ware het stokje op je naald. Draad om de naald, haal je naald achterlangs. En nou maak je je stokje. Draad om de naald en nog een keer doorhalen. Dat is een rea stokje voor. Dan ga je de tweede een rea stokje achter. Dan schep je hem van achter op. Draad op de naald en haal je hem naar achter door. En dan maak je je stokje. Ik ga het nog een keer laten zien. In de voorste een rea stokje voor. En in de volgende een rea stokje achter. Dus dan leg je hem van achter op je naald. En dan doe je daarna weer een rea stokje voor met een steek op de naald leggen, maak een rea stokje voor en daarna een rea stokje achter. Een rea stokje voor en een rea stokje achter. Ja. Zo komt het er dan uit te zien. Dan blijf je herhalen en dan zie je me hier weer terug. En dan laat ik je zien hoe je moet sluiten en een nieuwe toer starten. Ik moet nu alleen nog twee steken in een rea stokje voor en het rea stokje achter. Zijn we rondgehaakt. En nu gaan we hier, waar je de keer los hebt gemaakt, of die losse om een beetje hoogte te creëren, daar sluit je om door met een halve vaste. Nu maak je één losse en daar waar je het rea stokje naar voren ziet, haak je een rea stokje voor. En het rea stokje die achter ligt, haak je een rea stokje achter. En weer eentje rea stokje voor en een rea stokje achter. Als je hem wat grover wilt, dan kan ook bijvoorbeeld 2 voor 2 achter, maar dan moet je zorgen dat je een meervoud van 4 stokjes opgezet hebt. Dan doe je 2 voor en 2 achter. Wil je een oneven bordpatroon, dan kan je een meervoud van 3 opzetten. Dan kan je 2 voor 1 achter haken of vice versa, 2 achter 1 voor. Je kan het dus compleet naar eigen keuze aanpassen. Dit is een meervoud van 2 opgezet. Dan heb je 4 opgezet of 3 opgezet. Dus kan je gewoon compleet naar eigen smaak indelen. Dit is een enkel boordpatroon rondhaken. En ik ga deze toer afmaken. En dan zien we elkaar terug aan het begin van de toer. En dan laat ik je zien hoe je het beste kan sluiten. Zodat je de overhang van de losse die je haakt bij het begin van de toer niet meer gaat zien. Ik ben rondgehaakt, ik ben aangekomen in de laatste steek om jullie te laten zien hoe je moet sluiten met de laatste steek. Hier zie je een reststokje achter en hier een losse. Dat is deze ook. We gaan om deze twee steken heen sluiten met een reststokje achter. Je slaat draad om de naald en dan ga je dus als waar om het reststokje achter en om die losse heen. Sorry, hij valt net buiten beeld. Steek je naald omheen en dan maak je het stokje. En hier sluit je met een halve vaste. Zo zal je straks met de volgende toeren gaan zien dat je een mooi net rea stokje achter gaat krijgen. Door elke keer het op deze manier te doen valt het niet meer op. Nu weer één losse. En weer een rea stokje voor. En een rea stokje achter. Een rea stokje voor. En een rea stokje achter. Nou, dit blijf je herhalen. Tot je weer rond bent en hier ga je weer om het stokje en om de keer losse heen haken met een rea stokje achter. En dan zul je zien dat je een mooi geheel krijgt, dat is de andere rea stokjes achter. Dan zie je straks helemaal niets meer van. Nou ja, klein beetje, maar niet meer zo opvallend als je het niet zou doen. Dit ga je doorhaken tot de breedte dat jij wilt.
Ik ga je dadelijk vertellen hoeveel toeren ik uiteindelijk gehaakt heb en dan gaan we met het tweede deel starten. Ik heb in totaal 9 toeren gehaakt. Ik zal hem even opmeten voor jullie. Hij is nu ongeveer 27 centimeter plat gemeten. En hij is rond de 7-8 centimeter hoog. Nou, dat is een mooi maatje. We gaan nu beginnen aan het tweede deel. Tot daar. We starten als eerste met halve stokje staken in alle steken. Ik heb even ingezoomd. We gaan gelijk starten met een half stokje hier bovenop het relief stokje voor. Alleen nu niet meer eromheen, maar gewoon door de twee lussen heen. Dus onder de twee lusjes door. Half stokje, zoals je normaal ook zou haken. En hier een half stokje. En nog een half stokje. Nou, dit haak je door tot je weer terug bent bij het begin. En dan gaan we samen de eerste toer starten. En dan laat ik je zien hoe het moet en wat je moet doen. En laat ik je gelijk zien hoe dit geheel tot stand komt. Het is vrij makkelijk. Je ziet me hier terug. Ik ben bij het begin aangekomen, dus ik heb mijn toer rondgehaakt. En we gaan nu de overgang maken richting het patroon. We gaan nu in deze twee steken, dus in de keerlos, dus de los die gehaakt om de hoogte te bereiken. En de steek ervoor gaan we de toer samen haken. Dus je gaat insteken in de 1. Plus je pakt bij het volgende steekje, dus waar die los is, het draad ook op. Dus je slaat om je naald heen. Hier is de losse. En hier is de steek. Daar ga je oppakken. En dan ga je naar die losse. En dan steek je naald onderdoor en pak je hem ook op. Heb je 4 lussen op de naald en dan haal je het draad om en trek je hem door de 4 lussen heen. Nu heb je de overgang gemaakt. Nu gaan we patroon starten. We blijven met halve stokjes haken. Hier is normaal gesproken het veetje en hierachter zie je het lusje. Nog eentje. Hier. Die creëer je alleen als je een half stokje haakt. Dus als je goed kijkt zie je hier een veetje. Maar als je iets draait zie je daar ook een veetje. Nou, en in het bodemsteekje van het veetje. Hier. Dus hier is een normale veetje waar je normaal onderdoor steekt als je haakt. Maar als je het werkt is de achterste lus van een normale steek. En dit is hier is de dwarslus. Doordat ik nu door die ene steek heb gehaakt, is deze steek nu wat aangesterkt, dus aangespannen. Dus is het moeilijk doorheen te komen. Even een beetje rekken. En dan kan ik hem wel weer pakken. Hier zit hij. Zie? Dus je hebt eigenlijk hier ook een veetje. En hier. En hier. Nou, en daar pak je die achterste van. Dus niet hier, maar daar. Nou, daar gaan we. Draad om de naald. En we gaan gelijk starten met halve stokjes. Hier is de eerste steek. En daar gaan we onderdoor. Draad oppakken en doorhalen. Een half stokje haken. Draai hem weer een beetje naar je toe. En dan heb je hier weer het dwarsbalkje aan de achterkant. Dus het andere kantje van het veetje. En dan maak je een half stokje. Hier is de volgende. De eerste toer is altijd een beetje lastig. Maar de tweede toer, dat zal je dadelijk zien, zal een stuk makkelijker gaan doordat je de steek al op zijn plek hebt gelegd. Hier is de volgende. Dus echt in die tweede veet, dus het veetje die op de achtergrond ligt als het ware, daar steek je in de achterste lus onderdoor. Nou, en zo haak je dus rond tot je terug bent bij de plek daar waar je die twee steken samen gehaakt hebt. Dus die twee halve stokjes samen. Nou, ik zal nog even een paar steken met jullie doen. Om jullie het te laten zien. Hier is de volgende. En weer een half stokje. Normaal haak je dus hierin. Maar nu draai je het werk en haak je van deze de achterste lus. En hier is de achterste lus. Nou. Zo haak je lekker alle steken af. En dan heb je aan het einde van de rit 90 halve stokjes. En dan gaan we samen de nieuwe toer starten. En dan zal je al zien dat het patroon zich al begint te vormen. Zo krijg je een soort van een breimotiefje. In de simpele steek. Het is redelijk luchtig. Maar door het garen, microfase acryl, dat is een antibacterieel garen, is het ook enorm warm voor de kleintjes. En met dit weer tegenwoordig is het wel fijn als je wat warms hebt.
maar het er ook een beetje ademt. Nou, dan heb je met deze kool heb je daar echt wel een probleem mee. Goed, ik ga deze tour afmaken en zie je me dadelijk weer terug bij het begin. Ik ben rondgehaakt, ik moet nog eentje doen en dan ga ik jou laten zien hoe het verder gaat. En hier is de tweede, oftewel de laatste steek. Nou, je ziet dat ik niet ga sluiten met een halve vaste. We gaan nu gewoon rondhaken. Dus we zijn nog steeds met halve stokjes aan het werken en we blijven daar ook mee doorgaan. Doordat je dus aan de achterkant van de steek haakt, zal je zien dat het veetje zich naar voren begint te drukken. Hierdoor zal de steek vanaf nu af aan makkelijker te vinden zijn dan voorheen. Hier is het veetje dat je normaal gesproken hebt en als je hem hier draait, heb je het veetje waar we onderdoor haken. En deze steek doet zich automatisch onder voren nu, doordat de voorgaande toer is gehaakt. Dus het zal nu alleen maar makkelijker zijn voor je om in te steken of om überhaupt de steek te vinden. Let wel, haak dit losjes. Als je het te strak haakt, zal je altijd moeilijkheden gaan vinden om de steek te zoeken. Dat is niet wat je wil. Je wil echt luchtig haken. Als het je nou niet lukt om luchtig te haken, ga dan gerust omhoog in naald. Ga naar 5,5 of misschien wel een 6 mm. Het moet echt losjes gehaakt worden. Als je eigenlijk het halve stokje in je achterste lus steekt, moet je als het ware de lus op kunnen trekken. Wat je normaal gesproken natuurlijk niet wil, maar nu wel. Nou. Zie je al een tweede rij komen. Ik ga straks tellen 1, 2 en dat is nummer 3 enzovoort enzovoort. En dan laat ik je weten hoeveel toeren ik gehaakt heb voordat wij met het boordpatroon starten. Dus hier is je begin. Als je niet zeker bent hoeveel toeren je gehaakt hebt, steek je gerust een stekenmarker in. Dat je hier weet, oh hier is nummer 90, ik ben alweer een toer verder. Bon. Dus tot hier is mijn toer. En dat blijf je rondhaken. Ik ben doorgehaakt. Ik heb 14 toeren gehaakt. En mijn werk is nu om en nabij 17, 18 centimeter lang. Hoog dus. Dus het hele stuk. Nu gaan we het stuk daar haken. Hier ben ik geëindigd. Je kan er nu voor kiezen om halve vaste te pakken. Of je gaat gewoon gelijk door met halve stokjes haken. Dat ga ik nu dus doen. Je mag ook gewoon een halve vaste maken en dan een keer lossen en dan starten. Dus een keer lossen wil zeggen dat je los maakt voor een hoogte te creëren. En dan start je direct met halve stokjes haken. Maar nu onder twee lussen door. Dus je kan kiezen om nu direct door te gaan met halve stokjes haken onder twee lussen door. Of je maakt een halve vaste in de steek daarna, één los ophaken en dan direct in dezelfde steek starten met een half stokje. Dan haak je rond, net als ik nu doe. Zo dus, en dan zie je me terug bij het begin. Hier gaan we samen de toer sluiten en de ribbels starten. Ik ben rondgehaakt. Als je een keer los hebt gemaakt om hoogte te bereiken, sluit je daarin met een halve vaste. Nu sluit ik gewoon met een halve vaste in het halve stokje. In de eerste steek maak je een stokje voor en in de volgende maak je een stokje achter. En weer eentje voor. En eentje achter. Let wel, ik sluit elke toer met een halve vaste. En ik start elke toer met een losse. En in de toer hier gaan we sluiten. Gaan we een nieuwe toer opstarten. Ik zoom even in. Dit is mijn laatste steek. Nou, ik heb natuurlijk wel weer om die stok en... om het halve stokje en de keerlossen gesloten. Doe ik nu weer een keerlossen en starten met een rief stokje voor. En een rief stokje achter. En dit verhaal blijf je nog eens na deze toer 8 keer herhalen. Zodat je ook weer 9 toeren hebt gehaakt. Dan sluit je met een halve vaste en werk je het draadje af. Dus 9 toeren hier. En ook 9 toeren aan de bovenkant. En dan is de das klaar. En ik laat je nu het resultaat zien. Maak je de 2 aan elkaar vast. Dan leg je ze in elkaar met de goede kanten tegen elkaar aan. En haak je een rondje met halve vaste. Trek hem binnenste buiten en vouw hem om. En je hebt de reversible boy's cowl.
Als je hem niet als reversible in de lengte wil hebben, dan maak je de andere kant van de kaal ook vast met halve vaste. En dan heb je gewoon een vast geheel. Dan kan je hem de ene kant voordoen of de andere kleur voordoen. Het is net wat jouw keus betreft. Ik wens jullie heel veel succes en ik zie graag jullie creaties tegemoet. Op de Facebookpagina. De link staat onder in de informatiebox. En ik wens jullie heel veel succes. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.